Guido Reinings. Guido, voorzitter van de stichting Voor Fusie. Dat klopt. Guido, jullie staan eigenlijk voor de kansen van de inwoners van Landgraaf. Daar willen jullie het voor opnemen. Ja, nou niet alleen van Landgraaf. Ik denk dat heel deze regio er prima op vooruit gaat als we samen aanpakken en de herindeling aangaan. En niet alleen eigenlijk Landgraaf Heerlen. We zien dat zeker zitten ook met andere gemeenten. Maar goed, een eerste stap moet je altijd maken. En de eerste stap die wordt vandaag gemaakt. Jullie zijn al behoorlijk aan de weg in timmeren via Facebook, sociale media. Bevoorrecht geloof ik hier, hè? Nou, het college heeft een enorme hoeveelheid geld momenteel uitgetrokken, 500.000 euro om tegen te zijn. En dat was eigenlijk een start zijn voor een aantal inwoners om te zeggen, nou, dit wordt gewoon te gek, dit loopt gierend uit de klauwen, dit zijn onze centen en onze toekomst. En aan onze toekomst moeten wij duidelijk maken ook wat de kansen zijn. En die horen wij momenteel niet, we horen alleen maar tegengeluid. En dat vinden we heel erg jammer. Je hebt toch een beetje het idee dat dus, zeg maar, de stichting voor Landgraaf, zelfstandig Landgraaf, dat die toch een beetje behoorlijk wat teruggewerkt krijgen van PMW. Uiteraard. En het burgercomité, zoals u dat dan benoemt, bestaat eigenlijk uitsluitend uit politici die graag hecht aan een plus. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik denk dat er meer is dan alleen een plus. Ik denk dat een toekomst van Landgraaf, dat daar meer energie voor nodig is en dat daar meer inzet nodig is. En daar gaan wij voor. Vanavond de hoorzitting in het Streperkruis. 43 insprekers. Ga jij zelf ook inspreken? Uiteraard spreken wij in. En ik spreek in als voorzitter van Voor Fusie. En we laten heel duidelijk het voorgeluid horen aan Provinciale Staten. En voor ons is ook een belangrijke datum, 9 juli, wanneer besloten wordt om voor de fusie te gaan. En daarna is het denkelijk een gelopen race. En kan de Tweede Kamer daar ook een positief antwoord op geven. We hebben vorige week eens infoavond geweest. Jullie zijn een beetje rustig geweest. Kom. Nou, ik denk dat wij op een andere manier dit aangeven. Wij gaan niet dwars voor liggen. En als je dwars voor ligt, ja, dan laat je je horen misschien door schreeuwen. Ik denk dat wij goed hebben gekeken naar welke onderzoeken er zijn, wat de mogelijkheden zijn en wat de kansen zijn. En dat we ook goed hebben ingelezen in de verschillende stukken. En dat heeft het college hiervoor ook gedaan. En we zijn niet voor niets begonnen met een positieve insteek. Dat in één keer een wending krijgt, dat heeft heel veel inwoners verbaasd. In één keer dat tegengeluid, het college wat valt, deskundige mensen die aan de kant worden geschoven. En in één keer het tegengeluid. Nou, ik denk dat dat belangrijk is om dan op te staan en zelf energie te steken in eigenlijk de beweging die al gaande was. Toenadering zoeken tot Heerlen, niet Heerlen zwart maken, want daar liggen ook heel duidelijk kansen voor ons. En niet alleen voor Heerlen, ook voor deze regio. We moeten niet alleen Landgraaf zien, maar ik denk dat we het ook iets verder moeten zien. Ja, je hoort inderdaad heel veel geluiden, cijfermateriaal, hè? Dat het allemaal zo, zeg maar, 1 en 1 is 2, maar eigenlijk is het 1 en 1 is 3. Hè? Want ze pakken gewoon een gemiddelde eigenlijk, hè, op het ogenblik. Ze zijn alleen maar die dingetjes bij elkaar en dat delen door 2. Ja, nou, cijfers zijn natuurlijk een heel mooi gegeven. Hè? Salaris moet je verwerken, cijfers moet je waarmaken. En de toekomst is natuurlijk geen garantie, maar ik vind dat we onze inzet moeten hebben en dat we van deze regio iets moeten maken. En dat hebben ze al tijden geprobeerd door middel van samenwerking. Nou, dat medicijn, hè, dat werkt niet. Onvoldoende. Dus ik denk dat dat nu de stap is naar fusie. Om te kijken, het tandje erbij, om een hogere versnelling te komen. En dat heeft niet alleen Landgraaf Heerlen gedaan nu, hè, of zijn we mee bezig. Tal van regio's zijn ons al voorgegaan. En geven ons een bewijs van, dit moeten wij aan. En hier gaan wij verder mee. Wat vind je eigenlijk van de rol van de BMW? Ik zou zeggen, het zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in Landgraaf, ja. Hè, burgemeester en wethouders. Je zou je toch eigenlijk moeten zeggen van ja, ze mogen eigenlijk geen partij kiezen, hè? Nou, BMW, het college is heel duidelijk voor. Althans voor, dat ze er tegen gaan. Voor zelfstandigheid, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat wij heel duidelijk laten horen dat een fusie kansen heeft. En ieder op zijn eigen wijze probeert daar een insteek in te maken. Je gaat zelf inspreken. Zijn er nog meer mensen van de Stichting Voor Fusie die ook in gaan spreken? Nou, al onze bestuursleden hebben aangegeven graag het woordje te willen doen. Niet alleen voor fusie, maar ook als bezorgde inwoners van Landgraaf. Dus er zullen meer insprekers zijn die dit geluid laten horen. En daarnaast ook, als we kijken naar de zienswijze, dan zien wij ook dat 55% van de mensen al aan heeft gegeven in deze regio voor fusie te zijn. En ik denk dat dat ook een heel duidelijk statement is. Vandaag 6 juni. Scheidt het voor jullie vandaag uit? Nee, dit is net zoals een eerste stap Landgraaf Heerlen is dit voor ons een eerste stap.
We zijn ook naar de informatiebijeenkomst geweest. Daar hebben wij ons ook laten zien en hebben ook van ons laten horen. Dit is een tweede stap natuurlijk, waar we ons kunnen laten horen op de hoorzitting. En 9 juli zijn wij ook aanwezig bij Provinciale Staten om duidelijk te tonen dat er ook inwoners van Landgraaf zijn en wellicht een meerderheid die voor visie is. Dankjewel Giro, veel succes in elk geval. Dank je. Ja, ik stond hier met het bestuurslid van Stichting Zelfstandig Landgraaf, René Henskens. René, hartelijk welkom. Dankjewel. René, vandaag 6 juni, de hoorzitting in de Streperkruis. Samenwerking oké, herindeling nee. Verzuim tegen herindeling. Verzuim tegen herindeling met Heerlen. En dat scheidt bij u goed? Kijk, als er een grootschalige herindeling in Zuid-Limburg komt, met bijvoorbeeld 3 of 4 grote gemeenten, dan zal ons partij ook niet tegen kunnen, zie je meer. Maar dit verhaal met Heerlen is een zieloze weg voor de Landgravenaar. Voor de Heerlenaar is het een zegen, als ze het erbij kunnen krijgen qua geld en qua inwoners en qua positie. Maar voor Landgraaf is het een drama. Maar zou ze niet ergens moeten beginnen met Heerlen Landgraven, dat ze dat langzaam uitbouwt? Ja, dat Zwaan Cleef Aan effect, dat zingt in het verleden niet gewerkt te hebben en dat zal nu ook niet werken. Het is gewoon, men heeft door de omstandigheden dat de vorige coalitie, dat die vraag heeft gesteld richting omliggende gemeenten, wie wil er meedoen? Nou, die omliggende gemeenten hebben allemaal afgehaakt behalve Heerlen. En die hebben er aan vastgehouden en is er onderzoek gekomen, waarvan eigenlijk zeer ontevreden over zijn. 4 de mensen aan. Duurwaal, hè? Vier zit er heel erg ontevreden. Als ze een onderzoek helpt onder de bevolking en dan vroeg ze net wat vindt u van een herindeling. En dan kunt ze met het advies, de conclusie van het onderzoek, herindeling is het beste. Ja, dat kan zo in de prullenbak. René, voor u is in elk geval de strijd nog niet gestreden. Het scheidt bij u vandaag niet uit, hè? Duur het ook nog verder. Stel, Provinciale Staten zou zeggen van oké, we gaan door met de herindeling. Hè? Het ging naar de minister, het ging naar de Tweede Kamer, naar de Eerste Kamer en dan werd dadelijk een wet. Is het dan bij u afgelopen? Als het aangenomen zou worden, want het is zelfs stel, ja. Als het aangenomen zou worden, dan gaat het inderdaad richting Den Haag. En ook daar zal het vuur aanwezig zijn. Ja, maar dan moet er op een gegeven moment kunnen zeggen van, hey, wij het gezag van vergunt door met de herindeling. Dan moet er toch... Uiteindelijk zal er toch bakzeil moeten halen. Ja. We halen pas bakzeil als de minister, degene die daarover gaat, en dat is het parlement. Als het parlement zit, doe maar. Oké, nou dan wachten we dat gewoon af in elk geval voor vandaag en ook in de korte toekomst. Veel succes in elk geval. Dankjewel. Ja, kijk eens, ik stond hier met Christian Wilbach, de wethouder van de gemeente Landgraaf. Die had een opdracht gekregen van de meerderheid van de raad om... tegen de herindeling in te gaan, zeg ik het zo goed, Christian? Zeker Ton, van een overgrote meerderheid van de raad, 15 tegen 10, hebben wij de opdracht gekregen om alles eraan te doen om de regie over de herindelingskwestie weer naar Landgraaf toe te trekken. De gemeenteraad van Landgraaf heeft aangegeven niet gedwongen herindeeld te willen worden. En dat was de opdracht. Daar had hij een prachtig affiche liggen, Zelfstandig Landgraaf. Ik ga eventjes die vraag eens even met je terugnemen. Ja. Landgraaf is tegen een gedwongen herindeling. Waarom? Nou, het woord zegt het al. Gedwongen wil niemand worden. Een gedwongen huwelijk is ook niet prachtig. Hè. Je trouwt liever met iemand waar je verliefd op bent. Wij zeggen ook altijd, we hebben helemaal niks tegen Heerlen. We hebben niks tegen de provincie. Maar als je een samenwerkingsvorm die zo ver gaat als herindeling tot stand wil brengen, succesvol tot stand wil brengen, dan moet je dat nooit gedwongen doen. Dan laat je daar een gedegen onderzoek aan vooraf gaan. Dan zet je ook varianten tegen elkaar af. Waarom nou alleen Heerlen en Landgraaf? Waarom niet gekeken wat de beste oplossing voor deze regio is? Misschien is dat wel helemaal geen herindeling. Maar misschien is dat wel een andere combinatie. Misschien is dat wel alle gemeenten samen. Het is niet onderzocht. Er is gewoon op één nacht ijs besloten. Landgraaf en Heerlen, dat gaan we doen. Nou, daar is de meerderheid van de Raad van Landgraaf tegen. Het is nog niet gelopen eigenlijk, de strijd, hè? Nou, ik ben blij dat je me dat vraagt, Ton. Heel veel mensen denken, het is al gelopen. Dat wil men ons ook doen geloven. Het heeft geen zin meer, het is al gelopen. Het tegendeel is waar. Waarom? Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen. Dat gaan ze doen op 6 juli. Op het moment dat zij dat doen, wordt het voorstel
Hopelijk zijn ze verstandig, hopelijk horen ze vandaag op de hoorzitting dat ze het niet moeten doen. Dan nemen ze het besluit, we stoppen ermee. Maar je hebt natuurlijk een kans dat ze zeggen, wij vinden het toch belangrijk dat het doorgaat. Dan sturen zij dat advies naar de minister. De minister gaat dat met zijn ministerraad bespreken. Dat wordt een wetsvoorstel, dat wordt in de Raad van State besproken. Uiteindelijk neemt de Tweede Kamer een besluit over de herindeling. Helft 2018. En dan komt nog een keer de Eerste Kamer eroverheen. Eind 2018, zeg maar derde kwartaal 2018. Er zijn herindelingen bekend, bijvoorbeeld gemeente Bergen, Noord-Limburg, die door de Eerste Kamer nog uit een herindeling met mogend middelaar is gelaten. Dus iedereen die zegt dat dit een gelopen race is, die doet dat of expres om mensen te beïnvloeden of kent zijn feiten niet. Ja, dat ik zeg, jullie werken met cijfers. Maar dat zijn gewoon de feiten. Het besluit wordt straks pas genomen, ultiem in de Eerste Kamer. Ergens diep in 2018. Er zijn twee stichtingen, eentje voor en eentje tegen fusie. Die worden beide gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Zo zou het moeten zijn met democratie. Als ik hier om me heen kijk, zie ik een nette sfeer. Ik zie heel veel mensen die zijn gekomen. Dan ben ik trots op Landgraaf dat ik een inwoner van Landgraaf ben. Trots op Landgraaf. Christian, de laatste vraag. Vorige week een infoavond geweest. Jullie zijn eigenlijk uitgeblonken door afwezigheid. Waarom? Jullie zijn toch eigenlijk ook, jullie staan toch ook voor alle inwoners van Landgraaf. Hè? BMW, de burgemeester, de wethouder, blonken gewoon uit door afwezigheid. Was daar een reden voor? Nou, bij de infoavonden die de provincie heeft georganiseerd, zijn wij bewust weggebleven. En dat hebben wij ook onderbouwd. Omdat wij van mening zijn dat op het moment dat de provincie zich niet houdt aan de regels die gelden om een herindeling op te leggen, dat wij niet gaan meewerken aan een infoavond die voor ons gevoel tot doel had om een fout uit het verleden weg te werken. Want die provincie die had een open overleg moeten voeren met ons. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het besluit tot herindeling genomen en daar hebben gezegd, ja, wij gaan niet achteraf eraan meewerken om dat nog recht te breien. Haal dat besluit van tafel. En dan willen wij heel graag in open overleg treden met iedereen die daaraan mee wil doen. En dan gaan we samen kijken wat de beste oplossing is. Maar een overleg is nooit open als de uitkomst al vaststaat. Maar de hoorzitting vandaag is eigenlijk... Als je de hoorzitting van vandaag bedoelt, Ton, daar zijn leden van het college aanwezig. Ook de burgemeester zal daar aanwezig zijn. Wij mogen daar niks zeggen. De provincie heeft gezegd, we mogen komen om te luisteren. Dat gaan wij ook doen. We hebben een verdeling gemaakt, een aantal leden van het college, Marlies Drijssen en ik, wij zullen buiten blijven om mensen die niet naar binnen mogen, want je moest je inschrijven. Een aantal mensen hebben dat niet gedaan. Wij zullen die mensen te woord staan netjes, maar de burgemeester en collega's die zijn ook bij de hoorzitting. Ze mogen alleen niks zeggen, Ton. Nou, Christian, bedankt. Veel succes. We blijven jullie in elk geval volgen. Graag gedaan. Dames en heren, een goedenavond, van harte welkom. We zijn iets later dan gepland, maar ik wilde graag wachten tot het de meeste mensen toch binnen zijn. Wat is de aanleiding van vanavond? Ik zal het niet uitgebreid hoeven toelichten, neem ik aan. Maar de aanleiding zijn de ontwikkelingen rondom het door gedeputeerde staten vastgestelde herindelingsontwerp Heerlen Landgraaf dat ter inzage heeft gelegd. De wens van provinciale staten om over de herindelingsplannen hoorzittingen te houden in de gemeente Heerlen en de gemeente Landgraaf en daarbij te peilen wat de gevoelens zijn van de inwoners, belanghebbenden van de twee gemeenten, was ook aanleiding om dit te organiseren vanavond. We hebben daartoe ook advertenties en uitnodigingen geplaatst via internet en dag- en huis- en huisbladen. We bijten hier in Landgraaf vanavond de spits af. We hebben hier vanavond 43 insprekers en ongeveer 140 toehoorders. En allen zijn geregistreerd. Namens de commissie die hier rondom mij zit, heet ik u van harte welkom. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Carla Brugman. Ik mag uw voorzitter zijn vanavond. En dat komt omdat ik ook voorzitter ben van de commissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur. En dit is ook die commissie die hier achter mij zit. Even wat huishoudelijke mededelingen. Ik wil graag dat u uw telefoon zacht zet of uitzet. De statenleden hebben hun telefoon wel bij de hand. Denk nou niet dat ze niet geïnteresseerd zijn, maar er is een appgroepje waarin de anderen die achter mij zitten ook vragen kunnen stellen en dat doorgeven aan degene die hiervoor zit. Dat is de reden dat ze regelmatig op hun telefoon kijken.
Wij hebben een pauze van rond 8 uur, een kwartier lang tot voor de acht, maar het zal wellicht wat later zijn omdat we nu uitlopen. Goed, de mensen hier aan tafel zijn de leden of hun vervangers dus van de Statencommissie Financiën, Bestuur en Economie. En dat is een statencommissie uit Provinciale Staten die over het onderwerp fusie gaat spreken. Naast mij vanuit de Griffies zit mevrouw Christy Dreesen. Die zal mij ondersteunen als het gaat om de tijd en namen en noem maar op. En dan ga ik eerst eventjes de voorstellingsronde doen. En dan begin ik aan de rechterkant. Dan wil ik graag dat u even kort uw naam en partij zegt. Jos van Rij, Volkspartij Limburg. Ja. Henk van der Linden, 50+. Bram Schaminé, SP. Robert Housmans, PVV. Erik Koppen, VVD. Geert Frisje, CDA. Leo Vaassen, D66. En die Rossel, GroenLinks. Aleide Berghorst, PvdA. Wie doet het niet? Aleide Berghorst, PvdA. Schalkenskerp, even. Goed, dat zijn de mensen dus die woordvoerder zijn of de plaatsvervangers van de woordvoerders. En achter mij heb ik, ja, die kunnen dus niet in de microfoon spreken. Hein Meijer, fractiemedewerker, 50+. Ja. Huub Klaffie, statenlid SP. Daniel Vossel, statenlid PVV. Lee Haarman, statenlid PVV. Jasper Kunstelaars, Partij van de Arbeid. Mariska Weiring, CDA. Dat zijn ze, ja. Ja, ik moet af en toe even achter me kijken, dat begrijpt u. Nou, eens even zien. U heeft al een bevestiging ontvangen van uw aanmelding vanavond als inspreker of als toehoorder. En de werkwijze is als volgt. U kunt inspreken vanaf 2 microfoons, die staan hier voor ons. Ik noem steeds de naam van de eerste spreker en dan de naam van de volgende spreker, zodat die alvast klaar kan gaan staan om de volgende beurt met spreken te hebben. Dan, elke inspreker krijgt 2 minuten. En daar gaan we toch wel op toezien, omdat het er nogal wat zijn. En daarna is er een minuut ruimte voor de statenleden hier om een vraag te stellen. De commissie heeft gelegenheid, als het zo is, dus aanvullende vragen te stellen, 1 of 2. Ik kan u zeggen uit eigen ervaring wat het betekent om een herindeling mee te maken. Ik ben zelf betrokken geweest bij de herindelingsdiscussie in Noord-Limburg tussen Venray en Horst. En de gemeente waar ik woonde was de gemeente Merel-Bansum. En die is uiteindelijk voor het eerst in de historie van Limburg opgesplitst. Dus ik weet dat dat emoties oproept. En ik weet dat dat mensen raakt. Dus het zou best kunnen dat u vanavond wat emoties wil uiten. Maar ik vraag ieder respect te hebben voor elkaars mening en daar goed mee om te gaan. We zijn hier als statenlid, als statencommissie ook gekomen om vooral naar uw mening te luisteren, naar suggesties te luisteren of voorstellen of gevoelens. Ook van de voor- en van de tegenstanders. Uw input en die uit Heerlen van aanstaande donderdag, die nemen wij als later onze eigen meningen gevormd worden mee. En een besluit moeten nemen ten aanzien van het herindelingsadvies wat gedeputeerde staten rond 27 juni in hun vergadering zullen geven richting provinciale staten. En provinciale staten zal dan uiteindelijk een besluit moeten nemen op donderdag 6 of vrijdag 7 juni. Ieders mening telt en in die zin wil ik u dan ook verzoeken om respectvol met elkaar om te gaan. Goed, wij maken van de hoorzitting ook een verslag vanavond. En zodra het verslag klaar is, kunt u dit vinden op onze website. En u krijgt hierover nog een attenderingsmail. Dat duurt ongeveer een weekje voordat het erop staat. Dan heb ik zo'n beetje de huishoudelijke mededelingen gehad, zo te zien. En gaan wij over tot de eerste inspreker. Ik wil graag beginnen met de heer of mevrouw, en zo moet ik dat zeggen, want ik heb wel alle voorletters gekregen, maar daar kan ik niet uit opmaken of het een man of een vrouw is. De heer of mevrouw Gerards is de eerste inspreker, die mag aan deze HCJ Gerards, ja? Die mag aan deze microfoon komen, en voordat u begint, de heer of mevrouw Polijn. D.A.M. Polijn. Ja, ook de heer. Goed, meneer Gerards, hij doet het. Aan u het woord. Nou, graag de aanwezigen. Als gewone burger van Landgraaf heb ik sinds vorig jaar het hele proces nogal goed gevolgd. En
Ik moet zeggen, ik ben geen politicus. Ik ben dus ook wat dat betreft vrij onervaren. Vooropgesteld, ik ben niet absoluut tegen fusies, maar wel de manier waarop dit gegaan is. Ik heb, zoals ik zei, sinds vorig jaar een en ander gevolgd. Begon met de enquête die mijn zoon heeft gekregen van 18. En tot op dit moment het herindelingsvoorstel dat er ligt. Zowel het rapport van de commissie, van BMC en van de commissie van Wijze Heren, hebben mij niet kunnen overtuigen. Samengevat is er volgens mij sprake van onzorgvuldigheid in de procedure en de toepassing van de ALI-wet. Er is geen fatsoenlijke voorlichting naar de bevolking geweest, mijns inziens, zodat die dat begrijpen, dus de begrijpelijke taal, maar veel propaganda voor de fusie. De burgers, die zouden ook gehoord moeten worden, vind ik, via een referendum. Want ja, zoals het dus nu gegaan is, het hele proces, is voor mij een groot vraagteken. En ook een open overleg met de gemeentes heeft niet plaatsgevonden en is eigenlijk een dictaat op dit moment. Verder, de burgerpeiling die BMC heeft uitgevoerd, is mijns inziens meer een tevredenheidsonderzoek onder de burgers geweest dan dat er gevraagd werd of je voor of tegen een herindeling zijn. Dus is bewust uit het rapport gelaten. Ik ben dus van mening dat het hele proces wankelt aan alle kanten. Verder is er ook niet voldoende onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden, zoals er ook elders in het land gebeurt. En dat wil ik toch even kwijt. Misschien is het toch wel handig om ook alternatieven te onderzoeken die er zijn op samenwerkingsgebieden. Nou, dat was mijn vraag. Alsof je mee kon kijken naar die 2 minuten. Geweldig. Zijn er vanuit de commissie vragen? De heer Frisch. Dank u wel, meneer Heers. Dank voor uw bijdrage. Ik heb 1 vraag aan u. Ziet u voordelen voor de gemeente Landgraaf, de inwoners van Landgraaf, in een fusie tussen Heerlen en Landgraaf? En zo ja, wat zouden die voordelen kunnen zijn? Dus dat ik als burger die voordelen op dit moment niet zie. En als ik dat afzet tegen de gegevens die er zijn, over financiële situaties, etc. En over het, wellicht ook mogelijkheden tot een betere samenwerking op Parkstadniveau, denk ik dat daar veel meer kansen liggen voor de hele regio dan met fusie met Heerlen en Landgraaf alleen. Dank u wel. Ja, andere? Aan die kant? Nee? Dank u wel, meneer Gerard. Dan is het woord aan de heer Colijn en de volgende is de heer of mevrouw Bonten. De heer. Komt u maar vast naar voren. Gaat uw gang, meneer Colijn. Ja. Goed, geachte leden van de Staatscommissie. Ik sta hier om u ervan te overtuigen dat een fusie tussen Landgraaf en Heerlen een absolute must is. Ja, dus in tegenstelling tot de vorige spreker ben ik absoluut ervan overtuigd dat wij als Landgraaf een fusie nodig hebben. Ik spreek overigens gewoon als burger, niet lid van een politieke partij. We lopen in deze regio al heel lang achter de feiten aan. We wonen in een van de meest verstedelijke gebieden van Nederland, maar fatsoenlijke onderlinge samenwerking om als regio zaken voor elkaar te krijgen komt niet of heel weinig van de grond. In ons gebied lopen we achter op de rest van Nederland. Dan hebben we het niet alleen over het sociale, maar dan hebben we het over scholingsniveau, over gezondheid, levensverwachting, ga zo maar door. Alle pogingen die er door diverse besturen hier in de omgeving zijn gedaan om samen te werken, die zijn stuk gelopen, omdat als er een puntje bij paaltje komt, iedereen preekt voor eigen parochie. En dat is niet 1 keer gebleken, maar al heel vaak gebleken. Als er een fusiegemeente komt, dan hebben we straks 1 bestuur, wat voor 1 grote gemeente verantwoordelijk is. Er kan wel 1 beslissing genomen worden die goed is voor die gemeente. En uiteindelijk kan die gemeente ook, omdat ze gewoon veel meer body heeft, aan tafels komen waar ze nu niet terecht kan komen. En u heeft waarschijnlijk ook, nou ja, zeker weten, ook alle rapporten gelezen. Uit al die rapporten blijkt ook dat fusie voor deze regio een absolute must is. Nou, daar hoef ik u verder dus ook niet meer van te overtuigen. Het enige wat ik u wel nog wil meegeven is het referendumverhaal. Ga daar niet aan beginnen. Alsjeblieft niet aan beginnen, want het heeft geen zin. Je ziet ook buiten, er staan 200-300 man misschien. Ja, er wonen er hier 37.500. Nou, dan laat ik alle slechte benen zijn en de kinderen weg. Dan blijven er 34 of 32.000 mensen over. En dan komen er 200-300 hiervan om te kijken, om te spreken, om steun te betuigen, zowel aan het voor- als het tegenkant. Ja, de gemeente gaat ervan uit, of de burgers gaan ervan uit, dat u een juiste beslissing neemt. En ik doe dan ook echt een beroep op u om te zorgen dat die fusie er komt.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Ja, de heer Van Rij. Ik hoor u niet spreken over het proces wat door GS nu is gevoerd. Kunt u daar nog op ingaan? Wat bedoelt u met het proces? Nou, hoe de procedure is geweest vanuit GS richting Landgraaf. Ja, nou, de Landgraaf is. Landgraaf heeft zelf heel erg uitgenodigd. Of alle omliggende gemeenten uitgenodigd om te kijken wat er mogelijk was op het gebied van samenwerking. Daar is vanuit Landgraaf ook een advies of een vraag gekomen van kom ons helpen, want we hebben hulp nodig. Dat is ook niet zomaar. Uiteindelijk heeft het toenmalige college van Landgraaf samen met de gemeenteraad ingestemd met die onderzoeken. Daar is een resultaat uitgekomen. Daar is één partij een beetje begint te twijfelen. In eerste instantie heeft die partij wel geroepen dat zij voor waren. Na de hand is er diezelfde partij geroepen. Ja, misschien zijn we toch wel tegen. Misschien ik bedoel met name het proces vanuit GS, niet wat hier intern is geweest. Vanuit Maastricht, dat bedoel ik. Ja, nou, dat is op een gegeven moment de wet Abby is in gang gezet. En ja, ik denk dat dat een hele juiste beslissing is geweest. Ik denk dat door de situatie in de Landgraaf heel duidelijk gebleken is dat men hier niet in staat is om tot een goede beslissing te komen en men liever nog 10 jaar verder aanmoddert dan om tot een besluit te komen. En daar heeft de provincie het overgenomen en daar ben ik helemaal voor. Oké. Andere nog? Ja, de heer Friesje. Ja, een vraag van mijn kant nog. U gaf aan dat u fusie als een mogelijkheid ziet om de problemen die er in de regio leven om die op te lossen, om die te lijf te gaan. Bent u dan van mening dat de schaalgrootte hele Landgraaf voldoende robuust is om die problemen tegen te gaan of kijkt u anders tegenaan? Ik denk dat de schaalgrootte hele Landgraaf een heel mooi begin is om de problemen tegen te gaan. Ik denk dat uiteindelijk, en ik denk dat bijna iedereen in de zaal het daar over eens is, een nog grotere gemeente Parkstad zeker beter zou zijn. Dus ik zou het ook zeker toejuichen als Brunsum of Kerkrade daar nog aan toegevoegd werden. Maar ik denk dat hele Landgraaf al een heel mooi startpunt is en al een eerste begin is om heel veel problemen weg te kunnen werken. Goed, dank u wel, meneer Colijn. Het woord is aan de heer Bonten. Ja, mijn naam is Jan Bolten. Ik ben 32 jaar hier in Landgraaf actief geweest in de lokale politiek. Heel even, meneer Bolten. Ik moet nog even zeggen, de heer Van Zomer of mevrouw Van Zomer is de volgende. Ja, gaat u verder. Ik ben zo'n 32 jaar actief geweest in de lokale politiek. Begonnen in de tijd in de gemeenteraad van Nieuwenhagen. Dus van daaruit heb ik een herindelingsproces mogen meemaken van nabij. En na de hand in de gemeenteraad van Landgraaf als wethouder, raadslid, fractievoorzitter en zo. En ik heb al die tijd heb ik me ingezet om te proberen de toekomst voor ons gebied en met name Landgraaf om die te verbeteren. Ik heb alle tekortkomingen gezien, die zijn ook weer onlangs prima opgeschreven in de analyses van de groep Mans en BMC. Jaren geleden ook in de verhalen op het komende verhaal zal ik maar zeggen. Het probleem van onze regio is dat na de mijnsluiting zijn er een aantal verstandige dingen gebeurd, maar op sommige gebieden heeft men niet doorgepakt. Er is geen herstructurering van de bestuurlijke structuur gekomen, had men moeten doen. De verkeersstructuur heeft men ook nagelaten. Een aantal dingen mooi, van zwart naar groen en zo, maar dat zijn tekortkomingen van toen. En in 82, bij die herindeling van toen, heeft men ook weer een aantal knelpunten niet opgelost. En nu is de tijd. Nu moet het gebeuren. De gemeenteraad van Landgraaf, altijd voorstander geweest van samenwerking. We hebben altijd goed samengewerkt met de andere gemeentes, maar dan heb je, je redt het niet alleen, je moet dat met anderen samen doen. En daar zat in de regel het probleem. Vandaar dat het verhaal van samenwerken is allemaal prima, maar nogmaals. Dus nu is het moment om door te pakken. Er zijn uitstekende analyses gemaakt, die zijn voor een deel door de provincie ook betaald en gefaciliteerd. En nu is het klaar om door te pakken. En natuurlijk, iedereen zegt, en die sluit me daarbij aan, je moet er nog een paar andere gemeentes bij pakken, Parkstad. Maar dat zit er op de korte termijn niet in. En als het niet kan, dan moet het maar op een andere manier. En dat is door de vorige spreker ook al gezegd, het is een goede start om dat proces verder op gang te brengen. En die moeten doorpakken. En ik prijs in ieder geval het college van GS dat ze die zaak serieus in de handen hebben genomen en werk van hebben gemaakt. En ik reken er ook op dat Provinciale Staten dat proces ook zal ondersteunen op weg naar een besluit. Oké. Zijn er vragen vanuit de commissie? Geen vragen. Ze zijn nog nooit zo rustig geweest als vandaag. Oh, meneer Van der Linden.
U zegt er moet doorgepakt worden en het is een goed begin, maar hoe denkt u dan dat er door die andere gemeentes gereageerd wordt als nu deze fusie op deze manier tot stand gebracht wordt? Worden die kopschuwen of zo die zeggen van nou we doen ook wel mee? Nee, ik ga ervan uit dat in Brunsum het denken niet ophoudt. U weet, in Brunsum is ook een belangrijke minderheid. Die vond dat men nu alvast mee had moeten doen. In Brunsum is op dit moment de zaak politiek toch wat ingewikkeld. Dus ik sluit niet uit dat moment toch dichterbij ligt als we misschien een aantal weken geleden dachten. Dus Kerkraad is een verhaal apart. Sorry dat ik dat zeg, maar mijn vrouw komt daar vandaan. Dus dat is niet de reden dat ze Kerkraad een verhaal apart is. Dat is een verhaal apart. Dat weet iedereen. Daar heeft geen tijd voor vanavond. Anderen nog met vragen? Nee? Dank u wel, meneer Bont. En het woord is aan de heer Van Sommer. Oké. Volgende is de heer of mevrouw Haaks. Ja, dat doet dan. Ja, oké. Achterprovincie. Ik ben absoluut tegen een gedwongen huwelijk. Want ik neem aan dat degenen van jullie die getrouwd zijn, die zijn niet gedwongen om te trouwen. En ik ben absoluut tegen een overname. Eerst met het laatste beginnen. Een overname is te sprake als de ene partij het dubbele grootte heeft van de andere partij. Deze gemeente heeft 37.000 inwoners, Heerlen heeft 85.000 inwoners. Dus er is geen sprake van gelijkwaardigheid. Het inwonertal is al boventallig. Dus dat wil zeggen dat het inwonertal bepalend is, de macht van het getal. Een huwelijk heb ik het over. U moet ook zien, Heerlen wou met landgraaf of landgraaf met Heerlen verloven. Er was een verloving gekomen. En gedurende de rit lag de partij erachter. Ik wil die verloving verbreken. Dan moet je dat accepteren. En dan moet u daar niet in gaan bemiddelen als een huwelijksbemiddelaar. Dan moet u de democratie laten gelden. Want hier is wel sprake van een college die de meerderheid heeft. Er zitten mensen in de raad die vertegenwoordigen de burgers, zoals u ook, provinciale staten. Die burgers ook vertegenwoordigen, dan hoort u dat te respecteren. Dus ik vind dat u als provincie de tijd moet nemen om een besluit te nemen en niet gelijk. Ik zou voorstellen, adviseer volgend jaar in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat de burgers dan ook een stem kunnen uitbrengen of ze het wel of niet willen. Ja, en weeg dat mee. Daarnaast, Landgraaf heeft 37.000 inwoners. Er zijn bijna 20 gemeentes in deze provincie die hebben minder inwoners. Die redden het ook. Dus ik zou zeggen, zo slecht is het hier niet. En ik kan erover meepraten. Ik ben al 14 jaar directeur-bestuurder van een welzijnsinstelling. Ik ken de achterbannen. Ik woon niet in deze gemeente, maar ik voel me wel inwoner van deze gemeente. Dus ik weet wel waarover ik praat. Dus ik zou zeggen, neem de tijd, laat u door niemand opjutten en ook niet door gedeputeerde staten. Ga uw eigen koers varen, want dat is ook over ons. Dank u wel. Zijn er vragen voor? Ja? Mevrouw Berghorst en daarna de heer Rossel. Ja? Ik spreek hier namens de welzijnsorganisatie Welsen. Vindt u dat de schaal van Landgraaf groot genoeg is vanuit uw expertise als directeur van een welzijnsinstelling om de maatschappelijke problemen die Landgraaf heeft op te lossen? Jazeker. Kijk, daar hoef je geen fusie voor te bewerkstelligen. Dat kan ook in samenwerking en in samenhang met veel partijen. Je moet niet vergeten, de transities in het sociale domein geldt niet alleen voor Landgraaf of Heerlen. Dat gaat alle gemeentes aan en u als provincie ook. En daar moet je op toezien. Om op uw vraag een antwoord te geven, ja zeker kunnen we dat. Dat hebben we de afgelopen 14 jaar ook gedaan. Ja, heel snel. Ja, wat vindt u van de bestuurlijke verdeeldheid in deze regio, waar toch een 8 miljoen mensen wonen? Ja, u weet zelf, u bent ook verschillend, het zijn politieke partijen. Ja? Landelijk wordt ook vaak de politiek bepaald, maar daar hoef je niet mee eens te zijn. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook
dat de vorige coalitie met zo'n standpunt kwam. Maar u moet ook even goed kijken. Brunsum zou eigenlijk 3 jaar heeft dat onderzoek geduurd met Landgraaf. We hebben gekeken of dat mogelijk was. Er waren te grote cultuurverschillen, dus ook politiek gezien. Goed. De heer Koppen, die denkt dat zich naast ik sloot er gewoon aan. Dat zien de mensen hier voor. Heer Koppen. Ja, en, u had het over een tweede stem uitbrengen met de verkiezingen. Bedoelt u daarmee een referendum? Ja, dat bedoel ik zeker. Ja. Goed. Dank u wel, meneer Van Zon. Het woord is aan mevrouw Haaks. En de volgende is de heer of mevrouw Allerlijn. Want die zit hier ook vlakbij. Gaat uw gang, mevrouw Haaks. Ja. Mijn naam is Mireille Haaks. Geboren in Heerlen, getogen in Kerkrade, tegenwoordig woont in Bouwbach. Ik kan niet eens zeggen in Landgraaf, want ik voel mij geen Landgravenaar. Ik ben iemand uit Parkstad. En Landgraaf, het is dus mooi gemeente, hoor. Ik zeg niks mis meer, maar het is niet groot genoeg om door te pakken, om bedrijven te trekken. Ik heb kinderen, die wil ik graag een toekomst geven. En dat gaat niet. Er is hier te weinig werkgelegenheid om voor onze kinderen te kunnen zorgen dat ze hier blijven. Ik zie het aan mijn broer, die heeft gestudeerd. Hier is niks. Die is in de Randstad gaan wonen. Dan gun ik mijn kinderen de Randstad. Nee, ik gun ze niet. Nee, ik hou ze toch niet voor. Nee, maar ik wil dat er mogelijkheden zijn. En ik hoop echt heel erg dat wanneer wij om te beginnen samen met de heren, hopelijk daarna met Kerkrade erbij en Brunsum, dan is het echt Parkstad. Dan ben ik echt waar ik geboren en getogen ben, dan klopt het plaatje helemaal. En dat we op die manier sterker kunnen worden en hopelijk ook bedrijven hierheen kunnen halen. Die kunnen zorgen voor werkgelegenheid, niet alleen voor de jeugd hier, maar ook om de ontgroening tegen te gaan. En zorgen dat jeugd van noorden van Nederland, de Randstad, naar deze mooiste provincie van Nederland komt. Dat mag u allemaal zeggen. Ja, heerlijk. Ja. Maar ik ben niet zo vies. Zijn er vragen vanuit de commissie? Nee, aan deze kant niet. Andere kant, ja. De heer Housmans. Ja, dank u wel, voorzitter. Is in uw optiek dan het naar de regio halen van werkgelegenheid iets wat alleen maar kan met een grotere gemeente en niet bijvoorbeeld door inzet van de provincie? Want als u praat over de tegenstelling tussen het werk vinden hier in de regio en dat in de Randstad, dan denk ik dat een schaalgrootte zoals Parkstad met dan 170.000 tot 200.000 inwoners het nog steeds niet haalt met de Randstad. Maar Eindhoven? Daar hebben ze het dan wel mee. En daar hebben ze het toch ook. Ik bedoel, daar heb je we rijden er allemaal langs als we dan naar de Randstad gaan. Een gigantische techcampus, weet ik hoe je het moet noemen. Ik bedoel, daar staan de bedrijven klaar voor de nerds. Laat ik hem zo noemen. Ik heb het 2000. Maar is dat natuurlijk van u een gemeentelijke aangelegenheid, iets wat de gemeente specifiek moet doen, of zou u dat eerder bij een provinciale overheid leggen? Waarom niet samen? Waarom niet de gemeente het voortouw pakken en de provincie erachter als ondersteuning in wat voor manier dan ook? Tot nog toe lukt het niet. Ook de provincie blijkbaar niet, want ze komen niet in de bedrijf. Dan moet het, als het niet linksom kan, dan rechtsom. Dank u wel, mevrouw Haaks. De heer Allerlei. De volgende is de heer of mevrouw Vaassen. Die mag. Het is ook hier vlakbij. Ja, oh, daar is meneer Vaassen. Goedenavond, dames en heren. Gaat u gang. Mijn naam is Fred Allerlei, 60 jaar en woonachtig in Nieuwenhagen, gemeente Landgraaf. De eerste 23 jaar geboren en getogen in Heerlen. Zoals in maart mevrouw op de infobijeenkomst op 18 mei tot in de treuren wilde laten geloven in een vogelaarswijk, genaamd de Nusjenich. Anno nu woont mijn zusje nog altijd in het ouderlijk huis en is trots te wonen in een van de meest sociale wijken van Heerlen. De sociale controle en samenwerking van mensen is zeer hoog in de buurtvereniging GMS, welke goed ondersteund wordt door de gemeente. Nu ben ik zelf al meer dan 35 jaar woonachtig in Nieuwenhagen en getrouwd met een Nieuwenhaags meisje. Even de vergelijking maken met een kleine gemeente
en ikzelf als ondernemer. Al meer dan 30 jaar ben ik ondernemer en als eenmanszaak begonnen. Als problemen van een klein bedrijf, klein zijn als bedrijf doorlopen. Zoals eigen geld over jaren in het bedrijf stoppen en hulp aan familie en vrienden vragen bij investeringen. Op het moment dat het bedrijf groter ging worden, werden er ineens deuren geopend van banken en beleggingsgroepen. Op het moment dat er tussen de 50 en 100 medewerkers in het bedrijf waren, hield de bankdirecteur, wanneer hij een afspraak met mij had, zelfs de deur voor mij open. Allemaal zaken die mij zeggen dat hoe groter je die vuist kan maken, hoe meer je voor elkaar krijgt. Laat dat nu net de strekking zijn voor deze bijeenkomst. Want ik als voorstander van die fusie, de argumenten welke door de provincie naar voren worden gebracht, alleen maar voor 100% kan ondersteunen. Samen kunnen we een grotere vuist maken naar het kabinet en de centrale overheid. Als voorbeeld kijk ik naar de gemeente Eindhoven. Zij hebben door groter te worden veel meer kunnen bereiken bij de centrale overheid. Zij groeien en floreren al meerdere jaren door zorgvuldig beleid en het kunnen aantrekken van grote high-tech industrieën en andere dienstverleners. Ook wij in deze regio hebben unieke selling points. We zijn niet voor niets de regio geworden welke een wereldwijde prijs heeft gewonnen op het gebied van recreatie. Alleen zijn wij Limburgers misschien niet gemakzuchtig en leunen achterover. Door een beter beleid en hogere deskundigheid zullen er nog veel meer kansen geschapen kunnen worden. Laat u niet bang maken door al het doemdenken van de tegenstanders van de fusie. Ze slaan u om de oren met ongefundeerde bedragen welke altijd door voorstanders weer recht kunnen worden. Mijn conclusie. Ga fuseren en tracht daarna samen met ons andere gemeenten over de streep te trekken om zo een grote machtige regio te creëren. Mijn dank voor jou. Dank u wel, meneer Vaassen. Ik zag papiertjes, meneer Allerlein. Ik zag de papiertjes en denk, oh jee, u heeft toch niet een heel boekwerk, maar het viel mee. Ja, eens even kijken. Zijn er vragen? Dat was een goed verhaal, hè? Ja, duidelijk. Anderen? Spreek je geen waardeoordeel uit? Oh nee, ik mag niet zeggen dat het goed of fout is. Dat was mijn collega, die houdt mij sterk. Dank u wel. Ja, de heer Vaassen. En de heer Samson, of mevrouw Samson? Ja, die zit daar. Goed. Meneer Vaassen, gaat uw gang. Ja, ik ben Vaassen, chef Vaassen, Nederlandse kracht. Zijn naam is hier uit de Kewies. We hadden het bestaan 2 jaar toen ik op dienst was. Nu heb ik namelijk in Utrecht en namelijk weer in Nijmegen gezeten. Maar de rest van de tijd heb ik hier geleefd. Ik ben namelijk dus dan voorstander, dus van namelijk dus geen fusie. En dat betekent namelijk dus dat ik zeg, mijn reactie op de fusiedruk van de provincie. Ik spreek vooral voor de grote massa onmondigen die hier namelijk wonen. Dat is namelijk een stijl die namelijk dus hier in Limburg namelijk eigen is. Ze zijn niet, hebben niet de mondigheid die namelijk dus elders in het land namelijk is, hetgeen zich namelijk dus ook tegen hun keert. Dat heeft zich tegen hun gekeerd namelijk dus toen op een gegeven moment, dus namelijk dus de eerste groepering van het gezag in de landgraaf, namelijk dus dan voor een fusie of voor een gesprek namelijk dus de namelijk heeft die gedaan heeft, waarna zij namelijk dus dan weggekeerd zijn en namelijk dus dat een andere groepering gekomen is die het dan niet mee eens was. Ik ben het volledig eens daarmee dat die namelijk een voorspraak gedaan hadden, die namelijk dus dan dus duidelijk een bepaalde indruk had. Ik lees het even voor. Dus waarbij komt, hier wordt uitgekend een suggestieve insinuaties, dat was destijds het geval, gemaakt door de overige, door de vorige gemeenteraad die de aansluiting beheerde op een zandbasis heeft gepropageerd. Een duidelijke zandbasis waar er geen fundamentele zaken waren. Ik heb daar een beetje verstand van, want ik heb namelijk in mijn leven 5 fusies meegemaakt. En ze hebben het willen doordrukken op de politieke basis met de PvdA. Ik durf het nu namelijk te zeggen, ik heb alle bijeenkomsten namelijk gevolgd op eentje na. Dus ook die 8 van het driemanschap heb ik gevolgd. Ik ben overal geweest en durf me namelijk te propageren namelijk dat ik een bepaalde visie opgebouwd heb. Dus de politieke basis met PvdA en enkele aanhangers. De destijds waarnemende landgraafse loco-burgemeester, sorry dus dat ik de naam noemen moet, maar ik wil de naam dus concreet dat zeggen, associeerde met zijn vriend de burgemeester van Heerlen Beide van de PvdA. Ik zie daarin namelijk dus dan een verband dat op een gegeven ogenblik namelijk stimulerend gewerkt heeft om namelijk dus landgraaf te koppelen met Heerlen. Dus verplicht te koppelen. En dat is namelijk dus dan dus iets wat van buitenaf namelijk gekomen is. Hetgeen namelijk dus na de vallen van het eerste groepering van landgraaf feitelijk gestopt had moeten worden.
Want de huidige situatie is namelijk duidelijk anders en daar niemand op die weg. En ik vind het verkeerd dat dat namelijk de provincie dat namelijk dus dat heeft aangepakt. Voorbereidingen op succes waren al getroffen door de functionaris van Landgraaf. Ik noem dat even zonder namelijk daarop in te gaan. In een vertrouwelijk gesprek kan ik dat wel. Wij zijn nog adviseren dat de provincie veel beter kan werken aan de stabiliteit van onze grote stad Venlo. Als zij zich namelijk dus dan bemoeien en namelijk dus dan de bemoeizucht hebben om hier namelijk dus dan dus rotzooi te schapen. Luister wat ik zeg, rotzooi, ik bedoel daar niet persoonlijk iets mee, maar kijk hier, hè, om rotzooi te schapen hier, dan kan men beter namelijk naar Venlo gaan, waar men opbouwen kan werken, want die stad die ligt namelijk dus in de buik. Als ik het zo moet vergelijken met ons. Wij staan mijlen bij elkaar boven Venlo. En dat betekent dat de provincie, ik raad de provincie aan, ga alsjeblieft naar Venlo. Ga dat op de mappen daar en laat dit niet rusten. En schijn uit namelijk dus dan dus met die fusie. Mijn tijd is al een tijdje om. Dus ik moet toch een klein stukje. Hier is de water in het bestuur, waar de hulp en ondersteuning passender dus, is, en ik noem het totale bemoeizucht en degradatie om Landgraaf als aanhangsel aan de te koppelen. Totale miskleun en bemoeiziekte van de provincie Limburg schandelijk. Pas niet met onze ouderwetse cultuur. Ouderwetse Limburgse cultuur, heb je dood. En dan... Ja, ik hoop dat de provincie onmiddellijk stopt met de affaire Boerachten enzovoort. Dank u wel. Misschien zijn er nog vragen voor u. Ik kijk eens eventjes, ja, de heer Rosse. Ik zou graag willen weten welke vijf fusies sinds we hebben al heeft meegemaakt. Dat was geen gemeentelijke fusie, maar het was iets bij de Ik heb de En de volgende is de heer of mevrouw Kuipers. Ik zie geen reactie. De heer of mevrouw Kuipers? Niet. Dan is de volgende de heer of mevrouw Brakenhof. Die zijn er, is die achterin ergens? Nee. Nou. De volgende is de heer of mevrouw Henschens. Is die er? Ja, die is er wel. Goed. Het woord is aan de heer Sands. Ik hoef de rest meteen niet te vullen. Nee. Dit is absoluut niet de bedoeling. Nee hoor. Ik ben het niet zo lang over. Ik heb alle respect voor de spreker voor me. Dus het kan worden applaus. Ik ben hier bij de aan je toren. Ik woon bijna 50 jaar lang gaaf. Ik heb even een uitstapje. Maar ik heb er voorgaat al een half jaar, ook met plezier gewoond. Daar heeft men het ook als ik over fusies. Hier hebben we allemaal niet gelukkig niet door, al jaren niet. Dat we hier nu staan voor u, maar zo te zeggen, is eigenlijk al een fout van het begin. Het had eigenlijk al, of het nu voor of tegen was, lang geregeld moeten zijn, of het wel of niet was. We zijn nu in het fase verder. Waarom ik hier vooral vandaag ben, is om eigenlijk te vertellen dat in deze tijd, waar het woordje respect vaak ver te zoeken is, en ik heb me gruwelijk geërgerd, vooral via de sociale media, hoe mensen met elkaar omgaan over dit thema. Het enige wat ik ze vandaag wil meegeven, is mensen, respecteer elkaars mening, probeer tot een wijze besluit te komen wat nu bij jullie ligt. Doe er wat mee. En
zullen we later ook met elkaar, of het nu een fusie is of niet een fusie is, allemaal met elkaar door een deur kunnen gaan. En dat er geen gedoe blijft ontstaan hier, want we moeten vooruit denken. Ik ben keurig binnen de tijd. De heer Fischer. Ja, dankjewel in ieder geval voor uw oproep om dit thema met respect te bejegenen. Ik denk dat we dat alleen maar met z'n allen kunnen willen. Ik ben nog even benieuwd naar uw inhoudelijke opvatting in de zin van een fusie. Bent u daarvoor of tegen? En wat zijn eventuele argumenten daarbij? Waar zou Landgraaf bijvoorbeeld beter van kunnen worden door een fusie met Heerlen, of juist niet? Als oud-inwoner van Uwe Worms, Landgraaf hebben we overgaan. Ik heb altijd mijn gevoel dat ze parkstedelijk en zijn dus al groot als regionaal mens. Door mijn werkzaamheden doe ik eigenlijk heel veel met de regio te maken. Mensen, wij wonen niet alleen in deze aanrol, we moeten vooruitdenken en daarin de beste oplossingen. Of dat nu samenvoeg is, samenwerken is, als het maar belangrijk is voor alles in deze regio. Ja, anderen nog? Goed. Dank u wel, meneer Samson. Het woord is aan de heer Henskens. En de volgende is de heer of mevrouw Rijnings. Is die er? Ja. Gaat uw gang, meneer Henskens. Zeer geachte leden van de Statencommissie. Mijn naam is René Henskens en ik ben een van de oprichters van het burgercomité Zelfstandig Landgraaf. Opgericht uit ongerustheid over het negeren van democratische beginselen. In 2016 heeft BMC een onderzoek gedaan onder de bevolking van heel het landschap, een soort burgerpeiling, zonder het woord herindeling te gebruiken. Ook de commissie Mans heeft onderzoek gedaan en is met burgers gaan praten. Zeer vervelend was dat er steeds bedrijven niet alleen aanwezig waren, maar steeds weer betrokken werden als adviseurs. Bij elke burger die wat zei, kwam meteen een reactie van een bedrijf op verzoek van de commissie. Medio november waren beide commissies klaar met een advies en een dag later lag er al een herindelingsontwerp van beide colleges bij de gemeenteraad. Op 22 december werd door CDA uitgesproken dat men niet zou instemmen met het voorstel. Desondanks kwam het voorstel op de agenda van 16 januari en werd zelfs een feestzaal gereserveerd om het fusiebesluit te vieren. Ondanks het feit dat men wist dat het voorstel verworpen zou worden. Eén dag later maakte DPT Koopmans al bekend de regie te willen overnemen. Vier wethouders van Landgraaf tonen zich tevreden hiermee en verliezen daarmee het vertrouwen van de raad. Op 10 februari beklemtoont de heer Koopmans in de Statenvergadering dat Heerlen geholpen moet worden als centrumgemeente van regio Parkstad. En zijn voorstel is dan, schuif Landgraaf maar erbij. Zowel college, coalitie als burgercomité van Landgraaf protesteren tegen dit onrechtmatig gebruik van de ARRI-procedure en verzoeken provinciale staten dan ook deze procedure te staken. En ik doe het hier nogmaals. Stop met het ondemocratisch verhaal en mogen het toch op de agenda blijven, stem dan tegen het voorstel van de gedeputeerde staten. Het tweede grote punt van kritiek is het ondemocratisch handelen van de vorige coalitie in Landgraaf. En de verkiezingsdiscussie in maart 2014 is nooit een onderwerp geweest, fusie. Desondanks, na de verkiezingen, komt er een coalitieakkoord en daar staat het woordje herindeling in. Op dit moment beweren zowel voor- als tegenstanders dat ze de meerderheid vertegenwoordigen. Ja, dat is hier, het loopt gelijk op, denk ik. Maar beide beweren dat. Er staan ook twee comité's buiten, hè? Eentje voor zelfstandigheid en eentje voor samengaan. Het burgercomité Zelfstandig Landgraaf is voorstander van het houden van een referendum. Zodat de burger van Landgraaf zich kan uitspreken over het al dan niet opheffen van de zelfstandige gemeente, want dat houden we in. Hè? Dat kan op lokaal, regionaal of provinciaal niveau. Vandaar mijn verzoek, stem in met ons verzoek voor het houden van een referendum. Goed, dat was het, meneer Henskens. En een vraag. Ja, de heer Housmans. Dank u wel, voorzitter. We hebben al eerder aangegeven inderdaad, dat bij fusies het heel erg belangrijk is dat het draagvlak is onderop. Daarbij ook gezinsbeeld het referendum. De vraag nu is, wat voor soort referendum, hoe ziet u dat voor zich? Hoe zou dat referendum moeten uitzien? Moet het een simpel ja-nee verhaal worden of moet het een referendum met meerdere opties zijn?
Er zijn diverse mogelijkheden. Als je dus op lokaal niveau zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van wat is nou de beste optie? Is de optie zelfstandig blijven? Is de optie samen gaan met Heerlen? Of is een grotere herindeling de beste optie? Terwijl we weten dat dat een moeilijk verhaal wordt. Het zou dus een punt kunnen zijn van ja, is het zo ja of nee? Je kunt het ook nog breder trekken en een bevolkingsraadpleging noemen. En wil je nog verder over de grenzen gaan dat je zegt, ik doe het regionaal, in de hele Parkstadregio, ja, dan zou je dat wat uit kunnen breiden, in mijn ogen. In heel begrijp ik nu goed dat u niet per definitie tegen een herindeling bent, waar landschap bij betrokken is? Zover ik weet, zijn wij voor herindelingen die zin hebben. Dat deze herindeling betekent het opheffen van een gezonde gemeente. En heel wordt er beter van, zonder meer. Maar landgraaf komt op de kaart af. Zo denk ik erover. Een vraag van mevrouw Berghorst. U zegt u bent in principe voor een herindeling die zin heeft. Zou dat betekenen een herindeling met ook Brunsum en Kerkrade? Dan heb je al vier gemeenten in de regio Parkstad. Het zou nog beter zijn als die twee andere ook nog erbij komen. Dan heb je er zes. Het verhaal Onderdanken is natuurlijk wel een gepasseerd station, denk ik. Maar ook die maakt de deel uit van de regio Parkstad. Ja, voldoende. De heer Kopper. Ja, dan de vraag, als u praat over een referendum, wat zou de omvang daarvan moeten zijn? Wie zou dat allemaal over moeten beslissen? Want u geeft als voorbeeld misschien wel heel Parkstad. Nou, wat het in ieder geval niet moet zijn, is een referendum in Heerlen en Landgraaf en het dan bij elkaar optellen. Dat hebben we al twee keer gemaakt bij de zienswijze. En er worden dan 900 zienswijzen ingediend, 630 uit Landgraaf. En dan concludeert de burgemeester van Heerlen, de meerderheid is voorstander van de fusie. 55%. Ga je nou alleen de Landgraafse cijfers nemen, die 630, dan kom je niet verder dan 1/3. Of misschien 35%, veel meer niet. En dat geldt dus ook, het Limburg Stadblad of de Limburger, die hebben een onderzoek gedaan, die komen tot 51% in de twee gemeentes is voor fusie. Maar Landgraaf was het maar 18%. En dat komt dus omdat je een grote gemeente hebt en een kleine gemeente. Vertekent het beeld. Meneer Kopper? Ik begrijp het antwoord, maar de vraag was, wat zou de omvang moeten zijn? U zegt nu alleen dat hele Landgraaf alleen te weinig is, maar hoe groot zou die omvang moeten zijn? In mijn ogen, op Zuid-Limburgse schaal, op Parkstadschaal, welke omvang? In mijn ogen Parkstadschaal. Die vier of die zes gemeenten. Goed. Ja? Dank u wel, meneer Hensens. Er is nog een vraag. Meneer Hensens, wilt u nog even terugkomen, de heer Housmans? Ik neem maar even nadenken over uw antwoord. Zou dat voor u kunnen betekenen dat je inderdaad in de zes Parkstadgemeentes inderdaad het referendum houdt en dan de uitslag per gemeente zou moeten wegen en dus ook zodanig mee moet nemen in je besluitvorming? Ja, stel dat vier gemeenten zeggen, nou we doen er van harte aan mee en eentje die is hartstikke tegen. En ik ben daartegen dat iemand een gedwongen herindeling moet ondergaan. En of dat nou Kerkraad is of Landgraaf of welke gemeente dan ook. Kijk, een hele zullen ze dat niet beschouwen, ze willen gewoon haar herindeling. Goed, dat was het dan. Dank u wel, meneer Henskens. Het woord is aan de heer Reinings en de volgende is de heer of mevrouw Oudekerk. Die is aanwezig? Ja, ook een heer. Meneer Reinings, gaat uw gang. Geachte leden van Provinciale Staten, mijn naam is Guido Reinings en ik ben voorzitter van de stichting Voor Fusie. En in die hoedanigheid sta ik hier. Maar ik sta hier ook als burger van Landgraaf en ik mag wel zeggen als bezorgde burger. Laat ik maar ook gezien de beperkte spreektijd meteen met de deur in huis vallen. Parkstad, de vroegere oostelijke mijnstreek, moet bestuurlijk op de schop. De kleinschaligheid en de versnippering heeft nu al lang genoeg geduurd. De achterstanden op sociaal en maatschappelijk gebied en de problemen die daar het gevolg van zijn duren nu al 40 jaar lang. Jawel, 40 jaar. We hebben samengewerkt, ja. We hebben anders samengewerkt. Slimmer samengewerkt. Efficiënter samengewerkt. Het heeft te weinig opgeleverd.
En door de toenemende decentralisatie van de overheid, waarbij cruciale maatschappelijke taken als jeugdzorg en de WMO op het bordje worden gelegd van lokale overheden, of moet ik zeggen, over de schutting gegooid, verdiept en verbreedt de problematiek zich alleen nog maar. Het medicijn samenwerken is niet in staat gebleken om het zieke Parkstad van haar kwalen te genezen. Laten we daarom de handen op een andere manier ineens slaan. Laten we een begin maken met een echt verenigd Parkstad. Een sterke regio onder een krachtig bestuur. Laten we een einde maken aan de verlammende fragmentatie die onze prachtige regio nu al decennia lang parten speelt. Daarom is de herindeling met Heerlen zo belangrijk. Niet om Landgraaf op te heffen, maar om Landgraaf te verheffen. Laten we samen met Heerlen de nieuwe gemeente vorm gaan geven, niet als eindpunt, maar als begin naar een betere toekomst. Met betere perspectieven voor de huidige en de toekomstige generaties. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Leijns. Zijn er vragen vanuit de commissie? Ook niet vanuit de achterhoede? Nee? Goed, dank u wel. Dat was het duidelijk. Dank u. Ja, dat was duidelijk.